Meer dan 200.000 mensen in Den Haag voelen zich in meer of mindere mate eenzaam. Dat zijn er natuurlijk veel te veel, maar gelukkig zijn er inmiddels ruim 900 initiatieven in de stad om die eenzaamheid tegen te gaan. En zeker in tijden van corona is dat enorm belangrijk. Een van de mensen die zich daar al jarenlang voor inzet is Leo Dommanschet. En dat doet hij hier vanuit zijn koffiehuis in Den Haag. Zo Leo, gezellige plek hier. Ja? Je koffie, ja, vind ik wel. Ja, wordt augustus alweer 12 jaar dus. Oh ja, zit je alweer zo lang joh? Ja, gaat snel. Ja. Ja. En het is een belangrijke plek hè, voor mensen hier in de buurt. Ja, het is, als je alleen bent dan is het toch wel prettig dat je hier 's middags gezellig of een kaartje kan leggen. En lekker praten met iedereen, een bakkie, een biertje. Maar als iemand nou hulp nodig heeft, dan waarom niet? Kleine moeite vind ik. Ja, ja. Is nodig. Voor een hoop mensen zeker, zeker. Want eenzaamheid is best wel een groot begrip. Er zijn natuurlijk ook weer gradaties in. Wat kom jij tegen zo in je koffiehuis? Ja, mensen zitten zitten af en toe gewoon een traantje weg te pinken hier van ellende. De mensen weten gewoon hoe ik ben. En ik heb nu ook weer een vrouw die is alleen met een man zit in het verzorgingshuis. Ja, Leo, zou je eventjes alsjeblieft dat en dat voor me kunnen halen? Nou, dan ja. Dan ga ik dat even halen en dan ga ik dat even brengen. Ja, het is voor mij een kleine moeite. Ik bedoel, waarom niet? Nou heb je hier je koffiehuis, maar je brengt ook nog eens een keer maaltijden rond, toch? Ja, klopt. Dat is elke maandag doe ik dat, 11 uur. Dan heb ik een stuk of 10, 12 adresjes en dan worden ze netjes bezorgd bij de mensen. Maar die maaltijden bezorgen, hè? Waarom ben je dat gaan doen? Want je hebt het al druk zat, denk ik dan. Nou ja, ik ben het eigenlijk gaan doen. Ik ben er eigenlijk ingerold. En van het een komt dan het ander. De Sligo die had zo verschrikkelijk veel spullen over toen de corona uitbrak. Ja, dat staat het er maar te staan. En dan denk ik van ja, ik ga daar wat mee doen. Dus ja, nou ja, Leotje rijdt dan wel. Ik had toch niks te doen. Maar dat doe je elke maandag? Ja. Maar vandaag is het maandag? We gaan zo rijden. Ja, maar kunnen wij mee? Ja, tuurlijk. Gezellig. Ja hoor, tuurlijk. Wat staat daar nou op, Leo? Dit zijn de namen en de adressen en de telefoonnummers van de mensen die we straks gaan bezoeken, die een maaltijd krijgen. Oké, en ze krijgen dan 5 maaltijden voor de hele week? Ja, en wat er nog gesponsord wordt. De ene week zitten er pakjes fruit drinken bij, dan zit er weer dit bij, dan zit er weer melk bij. Nu is er weer sinaasappelsap, zie ik. Dus wat er gesponsord wordt, dat brengen we ook maar gelijk weg. Alles is meegenomen? Alles is meegenomen. Nou, inladen maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Mocht weer een keer zelf komen. Ik had je zo gemist. Hoe belangrijk is dit voor u, die maaltijden thuis bezorgd te krijgen? Dat is ideaal, meneer. Ja. Ja, en dit is geweldig. Ik ben er zo blij mee. Echt, dat ik kan u niet vertellen hoe blij ik daarmee ben. Ondanks dat ik alleen ben. Ik heb wel 2 kinderen, maar de een woont in Vlaardingen en de andere woont in Wateringse Veld. En die zie ik dan nog wel eens. Maar ja, nu wordt het alleen nog maar lastiger. Maar het feit dat Leo hier de maaltijden rondbrengt, is natuurlijk niet alleen het eten, maar het is ook weer even een moment van gezellig contact. Ja, inderdaad. Nou, dat is ook leuk. En zeer zeker met hem. Ik vind het zo geweldig en vind het ook zo lief dat ze gebeld hebben. Hè? Dat ze dit voor u doen? Ja. En één woord. Ik kan anders niet zeggen. Ik voel me zo geweldig en zo gelukkig. Echt. Heel erg bedankt voor alles, okay. Hè. Tot ziens. Doei.